Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Modehuis Beerman, Jumbo van de Bunt en Wiegmans, De Bierreclame, Buurman Facilitair, Grand Café Salon 1813, UFO en Hairworld Apeldoorn. Goedenavond, hier achter mij het glazen huisje. Er wordt op dit moment heel hard gewerkt aan de inrichting daarvan. Want morgen om 9 uur begint de grote actie van Chantal Zwaag en Jasper Koot. Die 55 uur worden ingesloten onder het motto laat ze niet stikken. Als ondersteuning van de 3FM Serial Request actie voor kinderen die... Ongeveer 900.000 kinderen in Afrika die overlijden aan longontsteking. En daar willen we wat aan doen met z'n allen. Voordat de actie goed en wel van start kan gaan, moet er nog heel veel gebeuren. En ja, dit komt echt goed, geloof me. Op woensdag werd de cabine waar de regie in komt geplaatst. En dat gebeurt dan zo. In de van oorsprong winkel buitenvitrine van Beerman is het radiomeubel al geplaatst. Daar komen straks de DJ Chantal en Jasper te zitten. Zij maken daar 55 uur non-stop radio, zonder eten en weinig slaapuren. Hier achter mij het glazen huisje en hier naast mij Joop Beerman. En ik wil jou even een paar vragen stellen. Ja, dat mag natuurlijk. Dit jaar is voor de vijfde keer het glazen huisje. Hoe kijk je eigenlijk terug op de vorige vier keer? Ja, vier fantastische events gehad. 4 jaar lang. Echt super events. Georganiseerd door RTV Apeldoorn. Met alle mensen die alweer druk bezig zijn om het glazen huisje weer op te bouwen. En morgen gaan we van start. We hebben er echt veel zin in. Ja. En zeg maar, wat merken jullie er zelf van? Ja, veel publiciteit natuurlijk. Mensen kennen het glazen huisje. Vroeger liepen ze langs de vitrine. En nu zeggen we van waar is Modehuis Beerman? Oh, bij het glazen huisje. En dan weet iedereen het gewoon. Ja, superleuk. Ja, je bent nog steeds heel enthousiast. Dus je ziet het ook wel zitten die vijfde keer. Ja, we zien de vijfde keer zeker zitten. Maar het gaat niet om ons, hè. Het gaat om de kinderen in Afrika die ziekte hebben, die longenontsteking hebben. Daar doen we het voor en daar moet het geld voor op tafel komen. En wij zijn helemaal niet belangrijk. Dat glazen huisje, dat is belangrijk. Ja, laat ze niet stikken is het thema. Ja, klopt. Laat ze niet stikken. En dat doen wij niet. En ik hoop dat heel Apeldoorn dat niet doet. En morgen om 9 uur gaan de DJ's erin. En ik wil ook gewoon een oproep doen aan heel Apeldoorn. Kom naar het glazen huisje toe. Doneer voor Serious Request. Laat ze niet stikken. Laat de DJ's hier in het glazen huisje niet stikken. En dan laten we er met z'n allen een fantastisch feest van maken. Zo is dat, Joop. Maar hoe bekend is eigenlijk ons glazen huisje? Hebben jullie enig idee wat hier aan de hand is? Nee. Nee, geen idee. En als je nou kijkt naar wat erop staat? Iets voor je longen, denk ik. Ja, heel goed. Jullie... Ja. Je had nog niet gehoord dat dit het kleinste glazen huisje is waar 55 uur radio wordt gemaakt ter ondersteuning van Serial Request. Wij komen hier niet vandaan, dus we hadden geen flauw idee. Waar komen jullie vandaan? Utrecht. Heb je enig idee wat hier aan de hand is? Geen idee. Nee? Kom je uit Apeldoorn? Ja, naar Lieren, het dorpje ernaast. Okay. Heb je gehoord dat we hier het kleinste glazen huisje hebben van Nederland? Nee. Nooit van gehoord? Heb je wel eens van Serial Request gehoord? Ook niet. Hè? Nog nooit van Serious Request gehoord? Hebben ze in Lieren geen radio of tv? Jawel toch? Donderdag werd er hard gewerkt om alles nog op tijd klaar te krijgen. Een van de organisatoren van het kleinste glazen huisje van Nederland, wat hier in Apeldoorn staat, is Christiaan van Aken. Wij zijn eigenlijk heel erg benieuwd, wat komt er nou allemaal kijken bij zo'n organisatie van zo'n klein glazen huisje? Nou ja, het begint natuurlijk met het selecteren van 2 DJ's die in het huisje gaan. Voor de rest ja, natuurlijk een goede data prikken, hè. Zeg, wanneer gaan we dat doen? Dit jaar hebben we natuurlijk wel een beetje uitdaging omdat de schoolvakanties pas laten beginnen. Maar ja, het is eigenlijk de organisatie is alles eromheen. Dus artiesten uitnodigen, met de bedrijven praten of ze willen sponsoren. Ja, allerlei onderdelen nog regelen. Hè? Bijvoorbeeld kabelgoten die we laten liggen, het huisje moet beplakt worden. Dat soort dingen allemaal. Dus er is echt alles eromheen. Dus...
Er komt ook heel veel techniek bij kijken, hè? Klopt, ja. In het huisje zeg maar, komen zo natuurlijk techniek voor de DJ's. Maar we hebben daar ook een redactiekate en daar komen alle computers in staan voor de redactie. We hebben webcams. We gaan dit jaar voor het eerst ook proberen om live uit te zenden op tv. Dus als de kabelkrant zou draaien, normaal gesproken, dan gaan we de livestream uitzenden. We gaan dit jaar ook Facebook live doen. Dus in principe kan iedereen thuis ook gewoon lekker meegenieten van wat hier allemaal gebeurt. Zo, dat is best heel bijzonder. Ja, klopt. Ja, dat is voor het eerst dit jaar. Die webcams hadden we vorig jaar al. En dan kon je via de website kon je kijken. Alleen nu gaan we dus echt proberen om het ook gewoon op TV Apeldoorn te laten zien. Mooi. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker weten. Het is sowieso een speciale editie, want het is de vijfde. Het is een jubileumeditie. En natuurlijk hebben we heel wat effect meegekregen van het grote glazenhuis wat hier volgend jaar komt. Dus ja, we hopen er gewoon echt een heel leuk feest van te maken. Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december wordt er in het kleinste glazen huisje van Nederland 55 uur non-stop radio gemaakt. En dat voor Serious Request. Kom in actie en kom naar het glazen huisje aan de Deventerstraat in Apeldoorn en laat ze niet stikken. Het kleinste glazen huisje van Nederland, dat staat in Apeldoorn en wel in het centrum aan de Deventerstraat. En doe net zoals deze vriendelijke meneer. Heeft u enig idee wat we hier aan het doen zijn? Nou, ik denk dat ze dat weer voor geld inzamelen doen. Ja, dat klopt. Weet u ook wat het is? Ja, voor muziek of zo. Ja, dat is het kleinste glazen huisje van Nederland hebben we in Apeldoorn. Ja. Daar had u wel van gehoord? Ja, ik was van gehoord, ja. Ja. En wist u ook dat het dit jaar is tegen de longontsteking, dat er zijn wel 900.000 kinderen die jaarlijks aan longontsteking overlijden? Ja, dat kan best wel, ja. Ja, dat is erg. Ja, dat is heel erg. Ja. Hey, en denkt u dat u nog langskomt? Morgen beginnen ze vanaf 9 uur en dan 55 uur lang. Zo, zullen we eens even kijken wat we gaan doen? Dus misschien kunnen we ergens mee sponsoren. Kijk, en dat horen wij nou heel erg graag. De mannen zijn ondertussen gewoon doorgegaan en hebben niets van ons aangetrokken. En zo hoort het eigenlijk ook. Vanavond moet alles af zijn en werken. Dat was vandaag. En morgen gaan we echt van start. En kom allemaal langs. Vanaf 9 uur de start. En iedereen erbij zijn. En ik zeg tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Modehuis Beerman, Jumbo van de Bunt en Wiegmans, De Bierreclame, Buurman Facilitair, Grand Café Salon 1813, UFO en Hair World Apeldoorn.